Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van maandag 6 februari van Weerplaza. Vandaag was het een rustige winterdag met overwegend veel wolking. Maar op de satellietfoto zien we dat het zuidoosten van het land ook met opklaringen te maken heeft gehad. Het gaat echter veranderen, want koude lucht wint geleidelijk aan terrein. Op de computerberekening is dat goed te zien vanuit het noordoosten... Komt er koude lucht onze kant op? Maar tegelijkertijd krijgen we ook te maken met een zwakke storing, die morgen over het zuidwesten van het land trekt. Maar koude lucht gaat terrein winnen en de regen gaat in de loop van de dag over in natte sneeuw. Maar vanavond en vannacht is het nog tamelijk rustig en meest droog. De temperatuur loopt vanavond uiteen van 2 graden in Groningen tot 5 in het zuidoosten van het land. Het gaat licht in het noordoosten vannacht, maar later vannacht raakt het in het zuidwesten bewolkt en gaat het ook af en toe regenen. En morgen is het overwegend bewolkt, met in het zuidwesten af en toe wat regen. In het noordoosten blijft het de hele dag droog. In de loop van de dag wordt het dan van het noordoosten uit kouder en gaat regen later op de dag over in natte sneeuw. En dat gebeurt later op de middag en in de avond. Het wordt morgenmiddag 1 graad in Groningen, tot zo'n 6 graden in het zuidwesten van het land. En dan hebben we vanaf woensdag te maken met een periode met droog en koud winterweer. Overdag wordt het maar net boven nul en in de nacht vriest het licht tot matig. Maar van het weekend gaat de temperatuur overdag dan geleidelijk aan iets omhoog, maar s'nachts kan het nog licht tot matig blijven vriezen. Ik ben Diane Boeij van weerblazen.nl.